zomervakantie is in volle gang. Daarom organiseert Marleen Veldhoven een buurtfeest voor alle kinderen uit de Schiedamse wijk Groenoord. Omdat er toch wel in deze wijk veel kinderen zijn die niet op vakantie kunnen. En dan vind ik van, dit vinden ze helemaal geweldig. Een lekker zwembadje, wat lekkers. De ouders krijgen koffie en thee. En ze kunnen knutselen. Dus ja, ik vind voor de kinderen hebben we ook plezier nodig. Ook al kunnen ze niet op vakantie in de zomervakantie. Ook kunstenaar Chantal van Heeswijk is aanwezig op het buurtfeest. Naar aanleiding van de tentoonstelling Uit Armoede heeft het Stedelijk Museum Schiedam Chantal gevraagd om een nieuw concept te bedenken voor kinderen in sociale armoede. Ja, ik heb onderzoek gedaan, voor 3 sessies gedaan met kinderen. Ik zag er net eentje hier rondlopen. En we hebben geprobeerd te onderzoeken wat armoede is. Sowieso dat woord is helemaal geen woord voor kinderen eigenlijk. En daar kwam echt uit van, een meisje, ik wil graag naar school, dan kan ik met mensen praten. Dus echt, het sociale armoede was veel belangrijker eigenlijk als de spullen. En toen in plaats van dat we inderdaad voor deze kinderen weer spullen gingen geven, zeiden we van we geven ze aandacht. Ik maak het elke dag mee, want het is ook mijn flat. Dat die kinderen komen niet ver, de ouders die hebben geen vervoer. En het is alleen maar hier dat ze hier komen en dan een beetje naar de speeltuintjes gaan. Maar verder komen ze niet. Ze hebben geen vervoer, niks. De OV is niet gratis in Schiedam. En ik denk en dan krijg je een kleine subsidie van de gemeente. Ik denk, ik ga ermee doen wat ik mee kan doen. Om hier te wonen? Gewoon leuk, maar soms is het wel gewoon saai. En hoe vind je dat er een feestje wordt georganiseerd in de zomervakantie? Heel goed, want dan kunnen kinderen buiten spelen en niet steeds gamen. Vind je het fijn dat er steeds meer de buurt gebeurt als de kindjes niet op vakantie kunnen? Ja, want het is leuk, want anders zit je heel de zomervakantie binnen en dat is ook niet leuk. Wat vind je het leukst tot nu toe? Alles. Hoopt u dit nog vaker te kunnen organiseren? Ja, ik hoop volgend jaar ook. Want volgend jaar zijn we natuurlijk, wat ze zeggen, 750 jaar Schiedam. En ik hoop dat ik dan wel wat meer subsidie kan krijgen van de gemeente.